Een van de allergrootste lessen die mijn moeder mij heeft geleerd is... het woordje niet kent het universum niet. Als kind denk je, oh man, daar heb je haar weer. Maar het is wel een van de bijzonderste lessen die ik heb geleerd. Het zegt eigenlijk dat je moet focussen op waar je naartoe wilt en niet op wat je niet wilt. Heel veel mensen zijn vooral bezig met wat ze niet willen. Maar als je op de snelweg rijdt, kijk je ook niet naar die boom waar je niet tegenaan wil rijden. Focus op wat je wel wil. Als ik nu kijk naar mijn leven en alle successen die ik heb behaald, is dat allemaal, denk ik, dankzij die les. Omdat als heel klein meisje focuste ik me al op wat ik wel wilde hebben. Dus ik wilde in goede tijden, slechte tijden spelen. Is me gelukt. Ik wilde een boerderij in Amsterdam. Is me gelukt. Ik wilde als kind een paard. Is me gelukt. Ik wilde geen kinderen van verschillende mannen. En daar was ik heel erg mee bezig. En dat komt omdat mijn moeder 4 kinderen heeft van 3 mannen. Dus ik schaamde me daar als kind ontzettend voor. Dus ik was heel erg bezig met dat ik dat niet wilde. Maar dan zei mijn moeder, het woordje niet kent het universum niet. Dus ik was eigenlijk bezig met het creëren van 2 kinderen van verschillende mannen. En die heb ik ook gehad. Dus het werkt alle 2 de kanten op. Het is dus ontzettend belangrijk voor je succes dat je focust op wat je wel wilt. En op de rest geef je gewoon helemaal geen aandacht aan. Oor in, oor uit, let it go. Dat is de stap naar succes. Ik denk oprecht dat het verschil tussen succesvolle mensen en minder succesvolle mensen is, dat succesvolle mensen alleen maar bezig zijn met wat ze wel willen en minder succesvolle mensen vooral bezig zijn met wat ze niet willen. Ik heb al mijn doelen behaald door dromen, doen, dankbaar zijn en doorzetten. Doorzetten is natuurlijk een hele belangrijke, maar droom is ook een hele belangrijke. Dus ik droom al precies hoe ik het voor me zie, ik visualiseer het en ik doe alsof het al echt zo is. Nou, succesvolle mensen roddelen ook niet. Praten niet over een ander, gunnen een ander ook, want er is genoeg voor iedereen. Zien geen obstakels op de weg, maar kansen. Minder succesvolle mensen roddelen wel, zien obstakels, glas is half leeg. Dat zijn dus allerlei dingen die je moet loslaten. Dus focus op wat je wel wil en wees positief en gun een ander ook wat. En stop gewoon of loop weg als mensen roddelen. Besteed geen aandacht meer aan negativiteit, maar focus je alleen op positiviteit. Heel veel succes!